Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Dit eerste officiële webinar van Rijn Notarissen uit elkaar. En dan, zoals jullie gezien hebben, gaat dat over echtscheiding. De bedoeling is dat dit webinar ongeveer een half uur duurt. Als jullie vragen hebben, dat kan ik me heel goed voorstellen, dan kun je niet terugpraten. Vragen bij een webinar gaat via de zogenaamde chatfunctie. Dat zie je links onderaan op je scherm. Dan kun je een vraag intypen en die zal ik dan proberen tussendoor live te beantwoorden. Uit elkaar en dan. Ik zal me even nog voorstellen voor degene die als we elkaar nog niet kennen. Mijn naam is Marjolein Elings, notaris bij Van Rijn Notaris. En als notaris ben ik vooral bezig met familierecht en ondernemerspraktijk. En in het kader van het familierecht vandaag dit webinar over echtscheiding, zoals gezegd. Ik heb een aantal dingen voorbereid. Waar wil ik het over gaan hebben? Uit elkaar en dan, oftewel. Echtscheiding, welk, of scheiding liever gezegd, welk traject moet je daarvoor volgen? Welke aspecten komen daarbij kijken? Nou, het is een half uur is dat echt niet allemaal te behandelen. Dus vandaar dat je hier een samenvatting krijgt met belangrijke aspecten. Beginnen met het eigen persoonlijke traject. Als je gaat scheiden, waar ga je doorheen? Waar moet je op letten? Allebei even ver heb ik dat genoemd. Vervolgens, wie zorgt voor de kinderen en hoe ga je dat doen? Dan heb je natuurlijk de zakelijke aspecten en daarna nog wanneer zou je een mediator in kunnen en willen schakelen en sterker nog wanneer een scheidingsmiddelaar. Wat zijn daar de voordelen van? En misschien ook wel nadelen. Om te beginnen met het persoonlijke traject. Als je gaat scheiden, waar kom je dan doorheen? Of liever gezegd, waar moet je doorheen? En om dat een beetje te begrijpen, is het goed om naar de rouwkeur van Kubler-Ross te kijken. Kubler-Ross heeft onderzoek gedaan en daar is deze zogenaamde rouwcurve uitgekomen. Want scheiden is een moeilijk traject. Iedereen die dat heeft doorgemaakt zal het bevestigen. Dat doe je niet zomaar. Dat is echt een lastig traject. Je ziet hier ook waar je allemaal doorheen gaat. Het begint met de scheidingsmelding. Dan denk je nog even, het kan niet waar zijn. Verdoofd staat hier. Vervolgens krijg je de fase dat je zegt, nou, het is niet zo, ontkenning, je wordt boos, zorgen, angst, verdriet, inpassen, apathie. En het goede nieuws is dat je dan wel de put bereikt hebt. En als het goed is, ga je daarna weer langzaam omhoog in de zin van bewuste acceptatie loslaten. En uiteindelijk is er ook ruimte voor nieuwe plannen en nieuwe zingeving. Het is goed om dit beeld een beetje vast te houden, want wat zie je nou vaak bij een echtscheidingstraject? Namelijk dat niet iedereen in hetzelfde tempo zo'n rouwcurve doorgaat. Je ziet vaak dat waar je normaal gesproken in een relatie heel veel dingen samen plant, zullen we gaan samenwonen, je wordt gevraagd om te trouwen of bewust niet. De beslissing neem je wel of geen kinderen, die neem je over het algemeen samen. Het kenmerkende van een scheidingstraject is dat je dat vaak niet samen doet. De een is al veel verder als de ander. Waar de een bij de rouwcurve als een beetje aan het eind zit en bij wijze van spreken de nieuwe woonruimte al ingericht heeft, misschien zelfs wel met een nieuwe partner, hoort de ander voor het eerst dat er gescheiden gaat worden. Daar zit ook een deel van de problemen die je bij een scheiding tegenkomt, namelijk dat het traject A niet parallel oploopt en B dat degene, met name degene die geconfronteerd wordt met de mededeling, we gaan scheiden, daar op dat moment niet aan doen. Die zit nog helemaal in het begin van zo'n rouwcurve, terwijl de ander al bijna klaar is. Dat matcht niet. Daar moet je elkaar tijd en ruimte voor geven. Eigenlijk is het natuurlijk ook niet zo eerlijk om dat traject wat je dan in je eentje al doormaakt, niet te melden aan je partner. Hij kan of zij kan daar niks meer tegen doen, heeft geen kans meer om daar nog iets in te repareren of wat dan ook. Hij wordt daarmee geconfronteerd. En bovendien is ook het vervolgtraject lastig om geforceerd door zo'n traject heen te moeten. Scheidingsmelding moet gehoord worden en geaccepteerd. Dat betekent dat je moet weten van ja, die scheiding die zit er aan te komen, het is niet anders. En pas dan kun je dat allemaal een plek gaan geven. Bij het accepteren van zo'n scheidingsmelding is het ook goed om de relatie nog te analyseren. Waar ging het mis, waarom? Zeker als een partner geconfronteerd wordt met de melding, we gaan scheiden,
dan is het toch goed dat je daar voor jezelf een vorm in vindt. Van ja, wil ik dat wel, wil ik dat niet? Hoe was mijn relatie? Was ik nou wel zo gelukkig als ik dacht? Je ziet dan ook vaak dat zo'n scheidingstraject voor de een veel te snel gaat. Die wordt geconfronteerd en moet bij wijze van spreken al binnen een week besluiten of het huis verdeeld wordt aan de een of aan de ander, hoe dat met de kinderen moet. En de ander, voor de ander gaat het veel te langzaam. Die is al veel verder. En wil vooral heel snel door. En vindt maar dat er geteut wordt. Nou, nogmaals, die rouwcurve is een belangrijke. Daar kun je ook niet echt een termijn voor zetten. Je kan niet zeggen, nou, je moet binnen 2 weken van A naar B. Daar heeft ieder zijn eigen tijd voor nodig. Dit zou wat sneller moeten gaan. Dat is mooi van techniek, hè? Als je er dan voor staat, dan doen ze niet. Ja, we zijn er. Het doel van het in kaart brengen van zo'n rouwcurve en het analyseren van je relatie en kijken van nou, hoe zit dat dan, is dat je dus goed realiseert dat je als partners afscheid neemt, maar zeker als je kinderen hebt, dat je als ouders nog jaren met elkaar te maken krijgt en dat je dus ook moet werken aan je nieuwe relatie. Kon je als partners nog veroorloven dat er communicatieproblemen zijn? Als ouders kan dat eigenlijk niet. Je moet eigenlijk nog beter en nog meer communiceren in je nieuwe rol als dat je in je oude rol deed. En dat is een lastige natuurlijk. Nogmaals, voor iedereen die aangemeld is, als er vragen zijn, dan kan het gesteld worden via de chatfunctie. Die zijn er niet, dus ik ga gewoon door. Als we kijken naar de positie van kinderen in zo'n scheidingstraject, dan is het lastig om je te realiseren, zeker als ouders, wat doet dat dan met zo'n kind? Je bent heel erg bezig met voor jezelf een heel lastig traject. En het is ook heel makkelijk om dat dan uit het oog te verliezen, hoe dat dan gaat voor je kinderen. Ik heb een filmpje klaarstaan. Hij is wat lang en hij is Amerikaans. Dus ja, daar moet je even overheen kijken. Maar het geeft wel heel mooi weer wat daar gebeurt met die kinderen. En dan moet ik op de goede knop gaan drukken. En dan zou die het moeten gaan doen. Wouldn't it be nice if, just like in fairy tales, when people got married, they lived happily ever after? It would be, but you and I have to live in the real world. In the real world, things don't always work out exactly as we plan. In the real world, when people get married, sometimes they don't live happily ever after. Sometimes, if things are really bad, mums and dads decide they might live happier ever after if they lived apart. For parents, this can be a difficult and challenging experience, but they're not the only ones affected. Spare a thought for the people who are caught in the crossfire, trapped slap bang in the middle of what you might call the teen betweeners. If you don't know what a teen betweener is, this short video might help you find out. When I say detective, who do you think of? Sherlock Holmes? Inspector Gadget? Inspector Clouseau? CSI? Well, think again. The average teen betweener has little or no say in investigation, interrogation, or forensics, but they can still be expected to act as an amateur sleuth. And not always in a fun way. When one parent is here and the other is there, it's only natural that one wants to know what the other is doing. But it's not fair that they use the teen between as go-between, sometimes asking them to pick up clues and report back with information. And that isn't the only role the teen betweener might have to play out. Parents can often use them to send messages to each other, like a postman with a registered letter. For the teen betweener, a disrupted home life can be enough of a burden without having all this extra hassle. And anyway, what's wrong with the phone? And when it comes to school, things aren't always that much simpler. Even the teen
between. Dank voor de aandacht. Dit was een korte introductie op wat echtscheiding voor kinderen kan betekenen. En met name om te laten zien dat het als ouders heel vervelend kan zijn om te gaan scheiden. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. Maar dat het voor de kinderen zeker niet minder erg is. Want wat betekent het voor kinderen? Dat ook zij door het rouwproces heen moeten. Zij moeten afscheid nemen van het gezin zoals het was. En zich oriënteren op de toekomst. En dat is natuurlijk voor kinderen een hele lastige. Omdat waar je als ouders of ex-partners ook totaal de weg kwijt kan zijn. Maar in ieder geval nog de mogelijkheid hebt om zelf richting te geven aan je toekomst en je eigen keuzes. Zijn kinderen natuurlijk veel meer afhankelijk van hun omgeving en hun ouders. Hebben liefde en steun nodig van beide ouders, let op, beide ouders. En dat is lastig, omdat je als partners op dat moment niet helemaal daarvoor open staat en vooral heel erg met jezelf bezig bent. Hoe kinderen reageren op een echtscheiding is afhankelijk van hun leeftijd. Ben je 2 maanden of zit je midden in de puberteit? Hoe is je karakter? Deel je makkelijk dingen met leeftijdsgenoten of met ouders van vriendjes, vriendinnetjes? Kun je daar je ei kwijt of ben je een binnenwetter en eet je het allemaal op? Maakt ook verschil op tussen jongens en meisjes. Wat je clichématig natuurlijk, maar wat je bij jongens vaak ziet, is dat die wat meer onaangepast gedrag gaan vertonen. Doen minder hun best op school. Gaan nogmaals afhankelijk van hoe oud je bent natuurlijk, maar doen dingen die wat minder gewend zijn. Meisjes gaan de andere kant op en vertonen vaak juist extreem gewenst gedrag. Ook daar moet je voor opletten. Als een meisje echt voor vader gaat zorgen en daar nog eens even gaat lopen poetsen, ja, dan is het natuurlijk niet goed. Nogmaals, steunomgeving, vrienden, school, familie is dan een hele belangrijke. Hoe ga je nou om met die kinderen? Nou, daar hebben we een stappenplan voor. En dan klinkt het makkelijk als dat in de praktijk natuurlijk lijkt, maar we gaan er maar even doorheen. Wat is belangrijk bij dit stappenplan? Dan is belangrijk dat... Kijk, hij pakt hem niet helemaal. Ik doe hem gewoon nog een keer. Ja, het stappenplan. Stap 1, het paraplugesprek. Wat is het paraplugesprek? Het paraplugesprek is het gesprek wat je samen hebt als ouders, en dat is een hele belangrijke, met je kinderen. Met de boodschap, we gaan uit elkaar als partners, maar blijven wel samen de ouders. Kortom, wij blijven van de kinderen houden als ouders. Kinderen mogen ook van beide ouders houden. Hoeven niet te gaan kiezen en het is allemaal goed. Lastig om dat te laten zien hoe zo'n paraplugesprek gaat. Ik heb wel, en dat was beloofd het laatste filmpje, maar deze is echt wel leuk, erin gezet. En dat gaat dan over kinderen die zo'n gesprek gehad hebben, wat goed verlopen is. Dan zie je welke boodschap je aan je kinderen wil overbrengen. En dan moet ik deze knop zetten. Hij is in het Engels, duurt veel korter en is leuk om naar te kijken. Dus geniet eventjes ervan.
Het is eigenlijk het doel wat je wil bereiken met een paraplu-gesprek. Namelijk dat kinderen zien, ja, er gaat een scheiding plaatsvinden, maar ouders houden van mij. En dat mag ook. Ik mag van allebei de ouders houden. Zo'n paraplu-gesprek is als ouder echt wel een lastige. Je moet daar namelijk wel aan toe zijn, want de clue is dat je dat als ouders, ik zei het al, samen voert. En belangrijk, in zo'n gesprek mag er geen schuldige en geen slachtoffer zijn. Dus het is niet zo dat het allemaal door een van de ouders komt, die scheiding, en dat de andere ouder vreselijk zielig is. Dat betekent dus, als je teruggaat naar die rouwcurve die we net zagen, dat je in ieder geval allebei toch wel voorbij het putmoment moet zijn om het op goede manier te kunnen doen. En let op, het moet passen bij de leeftijd van de kinderen. Met grotere kinderen voel je dat op een andere manier als met kleinere kinderen. Als je kleinere kinderen hebt, is het bekende verhaal van de landschildpadden en de zeeschildpadden. Een landschildpad en een zeeschildpad zijn samen getrouwd, hebben kindjes gekregen en kunnen op een gegeven moment niet meer goed met elkaar overweg. De landschildpad wil op het land, de zeeschildpad wil in de zee wonen. En daar maken ze goede afspraken voor. En de kleine schildpadjes zijn gelukkig op land en in de zee. Als je daar interesse in hebt, dan google op schildpadden en op echtscheiding. En dan vind je daar verschillende voorbeelden van. Een concreet zorgplan mag, maar hoeft niet. Je ziet vaak dat ouders het heel moeilijk vinden om aan de kinderen te vertellen dat er gescheiden gaat worden, bijna nog moeilijker dan tegen je partner. Ook een reden waarom het paraplu-gesprek, sorry, niet altijd even mooi van de grond komt, maar het is een hele belangrijke. Dat zorgplan hoeft niet, mag wel. Ik denk wel dat het belangrijk is om de kinderen niet prematuur, maar wel in een vroeg stadium te betrekken bij de plannen van de ouders, zodat kinderen daar ook nog hun eigen rol in kunnen vullen. Natuurlijk hebben ze al lang door dat de mannen speelt en dan is het goed dat je dat ook uit en dan hoef je niet meteen het plan bij te hebben van nou, dan en dan naar vader, dan en dan naar moeder. Dat kan ook allemaal later. Het is geen overbodige luxe om vooraf dat paraplu-gesprek nog even te oefenen. En dat bedoel ik niet op de kinderen, maar samen op een derde partij. Dat kan een mediator zijn, maar dat kan ook gewoon een gezamenlijke vriend of vriendin zijn. Het is namelijk heel erg makkelijk om in de valkuil te vallen van schuldige en slachtoffer. En daar moet je echt bij wegblijven. Anders geef je de verkeerde boodschap aan je kinderen. Je hebt een paraplu-gesprek gehad. Wat dan? Ja, net zo goed als dat een scheidingsmelding voor een van de partners als een donderslag bij heldere hemel kan komen, kan dat ook voor de kinderen zo zijn. Dus geef ze de tijd om eraan te wennen. Ze hoeven niet meteen hun emoties klaar te hebben, of niet meteen hun kans klaar te hebben. Dat heeft tijd nodig, geef ze die ook. En heel belangrijk is dat je de kinderen niet laat kiezen. Wat ik vaak terughoor is dat ouders het idee hebben dat als kinderen 12 jaar of ouder zijn, dat ze mogen kiezen bij wie ze willen gaan wonen. Nou, dat is dus niet zo. Als er discussie is, dan kan een kind van 12 jaar en ouder gehoord worden door de rechter. Maar een kind gaat echt niet beslissen, ik wil bij vader of ik wil bij moeder. Breng je kind niet in een spagaat. En dan ga ik toch weer even terug naar het eerste filmpje wat ik heb laten zien. Dat zie je natuurlijk vaak, dat er aan kinderen getrokken wordt. Bewust, onbewust, doe dat niet. Want dat is je kind, die heeft dat niet verdiend. Die heeft recht op twee ouders en moet van twee ouders mogen houden. Ook geen surrogaatpartner. Hè? Je mag best een keer verdrietig zijn. Je mag best een keertje boos zijn. Maar ga niet uithuilen bij je eigen kind. Ga daar ook geen steun zoeken. Dat is de rol niet. Een kind is een kind en je bent zelf volwassen. Zoals ik al zei, een scheiding is heel heftig, niet alleen voor jezelf, maar vooral voor de kinderen. Want los van alle andere dingen zijn ze ook hun complete woonomgeving kwijt. Alle zekerheid zijn ze kwijt. En je kunt je voorstellen, als je 8 bent, ja, dan ben je zo afhankelijk van die woonomgeving. Dan is het allemaal eng. Kijk dan ook niet raar op als, zeker bij jongere kinderen, er sprake kan zijn van terugval. Een kind wat net zinnelijk was, kan weer gaan bedplassen, stotteren en dat soort dingen. Met een goede houding van de ouders, waarbij je kinderen de ruimte geeft en ook laat merken dat ze van beide ouders kunnen en mogen houden, zie je dat zich dat vaak weer herstelt. Vervolgens moet je zorgafspraken gaan maken. Zoals gezegd, je blijft allebei ouder, neem ook die verantwoordelijkheid. Je hoort heel vaak de term co-ouderschap, die zie je niet in de wet staan.
co-ouderschap als term bestaat eigenlijk niet. Wat onder co-ouderschap veel wordt verstaan, is dat je als ouders in gelijke mate deelt in de zorg voor kinderen. Heel klassiek is nog steeds het schema door de week bij moeder en om het andere weekend bij vader. Gelukkig zie je steeds meer een wat meer gelijkwaardige besteding aan de zorg. Als ouders ben je er zelf bij, je bent zelf daarvoor verantwoordelijk. En slim is om dan te kijken van nou, hoe ging dat vroeger? Hou je dat op dezelfde manier? Kan, moet dat anders? Wat kun je nou goed als ouder? Hè? Ben je nou heel goed in de dagelijkse zorg? Ben je beter in bijzondere gelegenheden? Of ben je juist heel goed als sportcoach? Kijk daarnaar en hou daar rekening mee. En heel concreet, hoe vier je de verjaardag van je kind? Met name de eerste verjaardag na de echtscheiding. Kun je het opbrengen om dat op de een of andere manier samen te vieren? Want voor je kind is dat wel belangrijk. En wat te doen bij ziekte of verhuizing. Welke afspraken maak je ervoor? Zeker als je zegt, nou, wij gaan samen voor de zorg staan, dan betekent het ook dat je eraan conformeert dat je een x aantal jaren in de buurt van de school blijft wonen. En dus niet die betrekking aan de andere kant van het land aanneemt, want dan kan dat dus niet. Je zult ook zien dat naarmate kinderen ouder worden, die afspraken ook weer gaan wijzigen en aangepast moeten worden. Hier nog een vraag van Ingrid over de gevolgen voor kinderen wanneer dit niet goed wordt toegepast. Stap 2. En dan gaat het natuurlijk met name over ruimte geven, niet een spagaat brengen en geen surrogaatouder. Weet je, kinderen komen echt wel over een scheiding heen. Heel vervelend, kan traumatisch. Sommige kinderen komen er ook, klinkt misschien een beetje raar, maar zelfstandiger en volwassener uit als daarvoor. Een situatie waarbij ouders alleen maar ruzie maken, kan ook heel onzeker zijn voor kinderen. Maar op het moment dat je kinderen in een spagaat brengt, of ze daar de ruimte niet in geeft, dan zie je dat ze soms noodgedwongen afscheid gaan nemen van een van de ouders. Om maar loyaal te zijn tegen de hoofdverzorger. Kinderen kunnen daar heel veel moeite mee hebben. En je ziet ook soms jaren later nog, volwassen leeftijd, hoeveel pijn daar geleden is. En dat kan ook in je volgende relaties doorspelen in een verkeerde relatievorm als je een verkeerd voorbeeld daarin gegeven. Stap 3 hebben we gehad. Afspraken maken, zorgafspraken. En de stap 4 is dan de volgende. Wat vinden de kinderen daar dan van? Zijn die gemoeid in die zorgafspraken? En hoe staan zij daar tegenover? Is het wel handig wat die ouders afgesproken hebben? Willen de kinderen om de andere dag naar de ouder? Of hebben ze daar andere dingen over? Nou, dan is het goed dat je dat natuurlijk zelf met de kinderen bespreekt. Maar dat de kinderen dat ook met een onafhankelijke derde bespreekt. Om te kijken van, ja, hoe komt dat nou aan? Hebben de kinderen zelf nog wensen? En zijn er nog andere dingen die namens de kinderen met de ouders besproken moeten worden? Dan gaan wij door naar de volgende slide, althans dat is de bedoeling. Als je de zorgafspraken van elkaar hebt, dan is het de volgende stap, stap 4, zakelijke en financiële afspraken. Een kind kost nou eenmaal geld. Beter is weten geldt in dit verband, dus stap 1 is daarin eens kijken, wat kost zo'n kind nou? En klopt dat een beetje met de gemiddeldes die er daarvoor zijn? Het NIBUD heeft hele handige schema's, gebaseerd op inkomen, aantal kinderen en leeftijd van kinderen. En vaak zie je dat die schema's heel aardig kloppen. Inventariseren is punt 1. Vervolgens moet je ook gaan kijken, ja, kan dat nog in een nieuwe situatie? Want het maakt natuurlijk verschil of je met eventueel 2 inkomens 1 huishouden draaien moet houden. Of dat je met ieder je eigen inkomen, je eigen huishouden draaiende moet houden. Het is altijd duurder, er is altijd minder ruimte financieel. Dus het kan ook zijn dat er ook bij de kinderen nog een beetje kritisch gekeken moet worden. Of de sportclubs, het kledingbudget enzovoort op het oude niveau kan blijven. Of dat je daarin moet gaan bezuinigen. Wat je vaak ziet als ouders gezamenlijk de zorg hebben, dat er ook een gezamenlijke rekening geopend wordt. Waar sportkleding, verjaardagen, school en dergelijke van betaald worden. En verder is de hoofdregel dat de kosten van de kinderen verdeeld worden naar rato van het inkomen. Een zakelijk puntje, zeker voor samenwonen, is nog even de vraag of beide ouders de ouderlijke macht hebben.
Als kinderen geboren worden in een huwelijk, hebben ze automatisch juridisch een vader en juridische moeder. Worden kinderen geboren van ouders die samenwonen, dan hebben ze juridisch wel een moeder, maar geen vader. En wat je vaak ziet, is dat vaders graag een kind willen erkennen, want dan krijgt het de goede achternaam, namelijk van de vader. En meeste vaders laten het daarbij. Dat is niet zo slim, omdat je met een erkenning, dus bij de burgerlijke stand, het recht hebt gekregen als vader om alimentatie te mogen betalen voor je kind. Wil je ook nog wat te vertellen hebben, dan moet je de ouderlijke macht aanvragen. Het is op zich niet zo ingewikkeld, kan met een formuliertje bij de rechtbank, maar je moet het wel doen. Zo niet, dan heb je eigenlijk niet veel zeggenschap over het kind als vader. Als moeder zegt, ik wijs iemand anders aan voor de voogdij, ik ga wat doen aan de omgangsregeling, dan sta je als vader niet zo sterk. Dus zorg ervoor dat je dat geregeld hebt. Al die afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd ouderschapsplan. Een belangrijk document. Dus je kunt ook allerlei dingen van internet downloaden. Als je het samen eens bent, prima. Kijk daar kritisch naar. Omdat ook de komende jaren je het daar wel van moet hebben. Ook als een van twee een nieuwe partner krijgt. Wat dan? Als er toch om wat voor reden ook verhuisd moet gaan worden. Dan zijn de basisafspraken heel belangrijk. Dus die moeten goed worden vastgelegd. Nog vragen over dit onderdeel? Zo niet, dan gaan wij door, want ze slaat ook weer naar de meer zakelijke kant van het traject, de zakelijke aspecten. Waar loop je tegenaan? Nou, goed om nog even te repeteren welk traject van toepassing is. Dat is bij gehuwden iets ingewikkelder als bij samenwoners. Als je het samen eens kan worden, dan stel je een convenant op. Dat wordt ingediend met een verzoekschrift bij de rechtbank. De rechter doet een uitspraak, dat wordt ingeschreven in de burgerlijke stand. En op dat moment ben je formeel gescheiden. Daarna kun je nog de zakelijke dingen regelen, zoals verdeling van de woning als dat gebeuren moet, aandelen, bankrekeningen splitsen en dergelijke. Dus bij echtscheidingen is dit een traject. Als je getrouwd bent geweest, woon je samen, dan is dat wat eenvoudiger in die zin dat het convenant nog steeds gemaakt moet worden. En wij gaan nu langzaam door naar de volgende slide. Je ziet, het convenant moet nog steeds gemaakt worden. Ook die woning moet nog steeds verdeeld als het eigendom is. Maar het stukje bij de rechter, dat hoeft niet. Dat sla je over. Ik zie dat het bij jullie al wel staat, bij mij niet. Dus we gaan even dubbel draaien. Wat spreek je af in een convenant? Precies, nou is die bij mij ook. Je spreekt af, wat staat er nou in een convenant? Nou, daar staat het ouderschapsplan in, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Daar staat een stukje in over kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling van bezittingen en schulden en verdeling van pensioen. En dat laatste is vooral van toepassing bij scheiding na een huwelijk. Ouderschapsplan, zoals gezegd, hebben we het al over gehad. De kinderalimentatie. Precies, daar is die. Kinderalimentatie is afhankelijk van behoeften van het kind en draagkracht van de ouders. En zoals eerder al gezegd bij het stappenplan, je gaat kijken wat kost dat kind dan en wat kunnen wij betalen voor concreet. Het is goed om te weten dat je blijft financieel verantwoordelijk voor schoolgaande kinderen tot 21. En daarna zie je vaak dat ouders afspreken dat als een kind dan nog naar school gaat, 22, 23 enzovoorts, dat er bij goede resultaten nog steeds betaald blijft, maar dat is dus niet verplicht. Heeft een kind op zijn 19e een baan en kan die voor zichzelf zorgen, ja, dan is er ook, hoef je ook geen kinderalimentatie meer te betalen. We gaan nog even door naar de volgende slide en dan hebben we het over partneralimentatie. Ook bij partneralimentatie is het afhankelijk van de behoefte van de ene partner en de draagkracht van de andere partner. Er zijn heel veel programma's in omloop waarbij je uit kan rekenen hoe die alimentatie zou moeten zijn. Het lastige daarvan is dat daar niet, het is geen exacte wetenschap, het is geen wiskunde. Als je verschillende gegevens erin stopt, komt er niet altijd hetzelfde resultaat uit. Laat 10 advocaten
een alimentatieberekening maken en je kreeg 10 verschillende uitkomsten. Dus sta je daar niet blind op. Goed is om te weten, en ook hier weer meten is weten, wat heeft de ene partner nodig en wat kan de ander betalen. Bij gehuwden, althans ex-gehuwden, zijn alimentatieafspraken is altijd iets wat aan de orde moet komen. Je moet daar een afspraak over maken, al is het maar dat er geen alimentatie betaald wordt. Bij samenwoners kan het op vrijwillige basis. Ik zie een vraag van Noëlle erbij komen en die gaan we zo meteen beantwoorden. Alimentatie is belast bij de ontvanger en aftrekbaar bij de betaler. Daar kan fiscaal een beetje ruimte ontstaan, waardoor je meer ruimte kan hebben om de alimentatie wat te verhogen. Regeling is maximaal 12 jaar, staat hier. Daar zijn wat mitsen en maren aan. Het is niet zo dat je altijd automatisch recht hebt op 12 jaar alimentatie. En onder omstandigheden kan dat dus ook langer afgesproken worden. Er kunnen omstandigheden zijn dat het onredelijk is dat die alimentatie na 12 jaar eindigt. Het lijkt lang, maar als je na een huwelijk op je 50ste gaat scheiden, terwijl één van twee alleen maar voor de kinderen gezorgd heeft en de ander gewerkt, ja, dan kan 12 jaar alimentatie toch nog een beetje aan de korte kant zijn. Als je als samenwoners vrijwillige afspraken maakt over alimentatie, dan wordt dat, zodra die afspraak gemaakt is, wel gezien als officiële alimentatie, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen dat het dan ook aftrekbaar is bij de betaler en belast bij de ontvanger. En sterker, als je die afspraak eenmaal gemaakt hebt, dan kun je die niet eenzijdig wijzigen. Dus alle wettelijke officiële alimentatiebepalingen zijn er dan net zo hard op van toepassing. Over die alimentatie is nieuwe regelgeving in voorbereiding, omdat over het algemeen men de huidige alimentatieregeling niet redelijk vindt. Hoofdlijn daarin is dat je als een ontvangende partner geacht wordt minder alimentatie nodig te hebben, zeker eerder op eigen benen te kunnen staan. Belangrijk punt om in het achterhoofd te houden. Vervolgens moet je doorgaan met verdelingen van bezittingen en schulden. Wat daaronder valt en welke afspraken gemaakt kunnen worden, is afhankelijk van wat is gemeenschappelijk, wat is privé. Wat heb je bij je samenlevingscontract afgesproken en wat heb je in de huwelijkse voorwaarden afgesproken? Dan hebben we nog het probleem in het kader van de crisis. De woning staat onder water. CQ, de bank wil niet meewerken aan een verdeling. Ja, dat is een hele lastige. Daar zijn ook geen pasklare oplossingen voor. Wat je vaak ziet is dat er tussen de ex-partners afspraken gemaakt worden over wel het huis verlaten, maar toch nog een poosje bijdragen, omdat verkoop nu geen optie is. Je ziet ook dat als er een beetje overwaarde is, dat er afspraak gemaakt kan worden om dat later uit te betalen. En wat je tegenwoordig ook heel veel ziet, is dat omdat de bank niet mee wil werken, bij familie, ouders enzovoorts gekeken wordt of daar nog iets van financiering vandaan kan komen om in ieder geval met de bank de zaak af te kaarten. Huizen is tegenwoordig een lastig onderwerp, omdat de waarde niet vaststaat, om het maar eufemistisch te zeggen. Dus een afspraak die je bij verdeling van vastgoed nog wel eens ziet, is dat je zegt, nou, we spreken nu af, we verdelen op deze waarde. Als het huis binnen korte tijd, zeg maar tot een jaar of vijf, verkocht gaat worden en het levert toch veel meer op, nou, dan hebben we een verdeelsleutel dat de ander toch nog een beetje meedeelt in die waarde. Allemaal op vrijwillige basis. En je ziet daar vaak een totaaloplossing in. Pensioenen, wat je daarmee doet, dat hangt echt af van wat je in je luxe voorwaarden afgesproken hebt. En wordt ook meegenomen in zo'n totaaloplossing. Wij gaan nu weer door naar de volgende slide. Namelijk, wanneer een mediator, wat doet hij dan? Is dat handig of moet je gewoon toch naar de advocaat? En wat doet dan zo'n scheidingsbemiddeling? Nou, of je naar een advocaat kan of naar een mediator, dat hangt af hoe je in het conflict staat. Een advocaat kun je gezamenlijk inschakelen. Kan ook ieder voor zich. Als je zegt, ik wil me gelijk en ik zal het krijgen, ook moet je vooral meteen naar een advocaat. Moet je niet naar een mediator. Want wat doet de mediator? Die begeleidt het proces. In de essentie van een mediation traject maken partijen zelf hun afspraak.
De mediator begeleidt dat, zorgt ervoor dat er ruimte is en een veilige omgeving, om het zo maar te zeggen, om ook je wensen en problemen te kunnen uiten. Waarbij van belang is dat een mediator niet zozeer kijkt naar standpunten, wat wil die en wat wil die, maar meer kijkt naar belangen, waarom wil je het? En binnen die belangen dan kijkt welke afspraken gemaakt kunnen worden door partijen, zodat ze daar allebei mee kunnen leven. Je ziet dan dat als partijen zelf hun afspraken maken, dat men over het algemeen daar meer achter kan staan en meer gemotiveerd is om die er ook aan te houden, dan wanneer de rechter een beslissing neemt. Voorwaarde, ik zei het al, het is een vrijwillig traject. Je kunt elkaar niet in de wurggreep houden. Ieder kan er. Je kan er ieder moment vanaf. Essentie is dat partijen er samen uit willen komen. En je moet dus ook bereid zijn om afspraken te maken. Samen uitkomen en alleen maar je eigen gelijk willen halen, dat gaat er niet worden. Afspraken hoort erbij. Wij gaan nu weer door naar de volgende slide, dus om de spanning een beetje op te voeren. Hè? Dat hebben jullie door. Precies, want waarom nou een notariële scheidingsbemiddelaar? Nou, de essentie van een notaris, daar word je op uitgeselecteerd en daar word je op getraind, is dat je van nature onpartijdig bent. Als notaris kun je overal je ideeën over hebben, maar zelfs als je door één partij ingestuurd zou worden, hou je automatisch ook de belangen van de andere partij in de gaten. Dat is nou eenmaal, ja, dat zit nou eenmaal in de aard van het beestje. Daarnaast ben je als notaris bij uitstek deskundig. Je bent speciaal opgeleid op alle gebieden juridisch die met zo'n scheidingstraject te maken hebben. En daarnaast ook heb je een psychologische achtergrond gekregen, waardoor je zo'n traject zo goed als mogelijk kan begeleiden. Daarnaast heeft een notarie scheidingsbemiddelaar als voordeel dat het een één loketfunctie kan bieden. Als mijn slide ook wil, wat ik wil, precies, daar zijn we. Namelijk dat je alles onder één dak kan regelen. Een notariële scheidingsbemiddelaar helpt je bij het maken van de afspraken. Maakt een keurig convenant waarin al die afspraken vastgelegd worden. Helpt je bij het tot stand komen van een ouderschapsplan. En kan ook de uitvoering doen. Zoals de verdeling van de woning, eventueel aanpak, hypotheek. Adviseren daarover, zoeken naar oplossingen. En als er testamenten aangepast moeten worden, dan kan die dat ook regelen. Nogmaals, één adres en je hoeft niet met die spulletjes van A naar B en het opnieuw uit te leggen. Kan in één adres geregeld worden. Dames en heren, tot zover mijn webinar. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de aandacht. Het was voor mij een primeur. Ik vond het erg leuk om te doen. Dank voor de vragen. Als jullie vragen hebben, dan kan je die nu stellen natuurlijk. Kan later ook altijd per mail, dan hoor ik het graag. Dank voor jullie aandacht en graag tot een volgende keer.